wa ingi sondro grom ano wa ingi and wa ingi sondro grom sondro dorpu ook to ano wa ingi. De organisatie van samenwerkende inheemse dorpen in Para, Wanica en Kamowene, Oosit, is het zat dat de inheemsen onder grote druk staan door de grondroof in hun gebieden. Zij hebben gisteren daarom een persconferentie belegd in het dorp Witsanti om aandacht te vragen voor dit probleem, dat tot nu toe door geen enkele regering is opgelost, zegt OSIP-leider Lloyd Reed. Hij wijst erop dat inheemsen zich niet kunnen registreren voor een stukje grond, omdat ze al grond bezitten. Hij wil dat de regering dat heel goed begrijpt. Alleen moeten de grondenrechten nu erkend worden. Unano wa enkri actie fu actie nanga registreer. Nooit mi no yere sma sa abwan grong. Ego actie fu asem grong. Tuma lau. Minuta bo fok sana trasi. Maso langa mide. Lek leider. If this ma funo acceptering, then I hate me gue. When me no acceptering, and my name antak den sma, waarover het gaat, ook to no acceptering. Reed heeft middels een presentatie aangetoond dat hoewel het Inter-Amerikaans Hof voor Mensenrechten heeft gevonnist dat Suriname de inheemse grondenrechten tot uiterlijk 2019 moet erkennen, het vonnis anno 2022 nog steeds niet is uitgevoerd. Reed benadrukt dat inheemsen nu acties moeten ondernemen zodat dit doel verwezenlijk kan worden. Elke inheemse ouder moet dit doen voor zijn of haar nageslacht. Dit met toppunt. Dat is dan nu een begin regering op regering. En we zien dat we nog maar gaan morofaren. Pouden nu. De man drie boeren saaf saaf rino. Next, waar er stand up makasin. Die nog maar gaan morofaren. En dan nog tak uwan vindt. Mon mousse fait. If you know fatty, that you king, nanga dem chief chief for you. Nooit no forgive you. No for you, leki pananga ma, tas bekan sorgu taka gedeelte dis let, aleti city, dat u no dwing. Dus yo de ni grebi, ma yo dry loont in, ma gwa himmel. Want masterasref no openji. Want die verzaak die plicht. Reed benadrukt dat de erkenning van de inheemse grondenrechten eerst vanuit de inheemsen moet komen. Zij moeten volgens hem ervan bewust zijn dat ze grond bezitten. Reed sprak gisteren op een persconferentie te Witsanti voorafgaand aan de dag der inheemsen morgen.